Ik leef nu wel mijn droom. Mijn hoofdinkomen met sponsors. Hij hey bekt dicht, man. Wat ben wat je nou aan doen? Het was voor mij. Um Plek van veiligheid. dat ik echt een beetje mijn eigen wereld kon zijn, samen met vrienden. Ik heb ook altijd nog een droom om een eigen restaurant te beginnen man. Hij werkte in de luchtvaart als engineer en leidinggevende, maar hij gaf dit op om zijn dromen uit te laten komen. Nu is hij een sensatie online met 178.000 abonnees op YouTube. En hetzelfde aantal volgers op Twitch, wat hem een plek oplevert in de top 10 van Nederlandse streamers. Mijn gast Emre Sanli, beter bekend als Morg. Welkom bij CVD TV. Noem ik je Morg of Emre? Het is allemaal prima. Beginning met Emre. Ja, wat zo uh, man. Hey, ik, ik, gisteren zag ik toevallig dat de 178k zowel YouTube als Twitch precies zelf. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja, welke ik... groeit harder? Poeh, ik denk Twitch. Ja? Ja, Twitch wel. Ja. Dat is ja. ook wel je home, de, daar ben je het meest hè? Daar uh, ben ik uh, voornamelijk te zien. Ja. Ja. Dat is wel echt mijn ding. Uh, tien jaar geleden begonnen. En uh, meer dan tien jaar geleden. En huh? ja, dat is echt mijn, uh, mijn vaste plek waar je mij kan zien. Ja, ja daar wil ik alles over weten. Want ik yeah. hang er niet elke dag rond, om je eerlijk te zijn. Dat maar, snap uh, ik. Nee, maar uh, ik weet, de laatste tijd heb ik je een aantal keren lopen. Het, het voelt toch een beetje als voyeurisme, moet ik zeggen. Ja, Een beetje mensen begluren. Ja, een beetje mensen begluren. Yeah. Als je zo in één keer dan klik-klik. Uh, en gisteren was je weet, ik veel, was het eergisteren. Dan ja, Op een gegeven moment sta je op ben je even weg, kom je weer terug. Zet je kop voorop. Dan ga je dit Klopt. en dat doen. Het heeft iets heel intiems zoiets. Ja, dat is denk ik ook wat de meeste mensen. Het trekt, dus dat uh, Twitch, dus dat livestreamen, dat uh, je toch een kijk krijgt in iemands leven. Ja. En ja, ik vind dat vet om dat een deel van mijn leven bloot te geven. Ja. Dus niet alles. En nee. dat is ook de reden waarom ik niet. Dingen veel thuis doe. Bij mij thuis en zo. Maar het is dit, ik heb ook een aparte studio ervoor. Ah, dus uh, de, de, de plek waar je zit is niet in je huis. Nee. Is gewoon op een nee ah, dus je gaat echt naar je werk. Ik ga een soort van naar mijn werk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Grappig. Daar wil ik straks weer alles over weten ja. over Twitch. Maar laten we even beginnen bij het uh, begin. Want ik zei al, ik begon in de luchtvaart. Hoe kom je daar terecht? Um, ja, als een soort tweede keuze eerlijk gezegd. Ja? Ik heb uh, mbo bouwkunde gedaan. Ja? En uh, dat vond ik echt... Verschrikkelijk, maar ik. MBO of Bouwkunde? M ja, MBO Bouwkunde. Ja, maar wat voor je het verschrikkelijkst? Het onderwijs of het onderwerp? Allebei. <laughs> ja, MBO was, uh, vond ik niet. Ja, tenminste, uh, MBO is prima hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het is een uh, topplek om te beginnen waar je vanuit daar de praktijk in kan rollen. Eh. Dus uh, niks naar mensen die op het MBO zitten. Eh. Maar um, ja, ik voelde het gewoon niet helemaal qua uh, opleiding vooral dan. Ik ja. zeg wel allebei, maar het is vooral qua opleiding. Ik voelde ja. het niet helemaal. En toen dacht ik, ik maak het wel af, want het is mijn ticket naar het hbo. En ik wilde gewoon heel graag een hbo-opleiding afmaken. Dat was gewoon een doel van mij. Waarom? Ik, ik weet achteraf eigenlijk niet eens waarom. Ja, ik dacht van, dat vind ik fijn dat ik gewoon een, een, een lekker papiertje op zak heb... waar ik uh, veel mee kan later. Is dat van huis? Uit? Niet eens, want mijn ouders hebben mij niet eens zo erg gepusht. Het zat gewoon in mij om uh, nou ja, een mbo-opleiding te doen en dan toch een hbo-opleiding af te maken. Het is niet iets eens... Een garantie mij... voor dat je het later ja, maar goed kunt terwijl komt eigenlijk nu achteraf gezien dacht ik dat dat net zo goed met een mbo-opleiding kunt. Of geen eens... opleiding. Of geen opleiding. Ja. Ik bedoel, het is niet eens dat een opleiding je nu, nu al helemaal niet een nee. garantie geeft op een of ander succesvol leven. nee. Dus. Uh, les 1. <laughs> ja, was geleerd. <laughs> ja. Uh, ja, vanuit daar wilde ik Filmacademie doen. En uh, daar was ik een paar keer afgewezen, want het is een super zware toelating. Ja. Want ik vond eigenlijk uh, filmwereld heel uh, vet. Met filmen monteren, noem het maar. Dus dat zat er wel echt wel al in ja. dat ik dat wilde gaan doen. En toen een paar keer afgewezen daar in Amsterdam en Utrecht. En toen van, ja, wat ga ik dan doen? Wat ga ik dan doen? Nou ja, luchtvaart vind ik wel cool. Dus uh, ik ga wel gewoon uh, aviation studies doen. En vanuit daar hbo-opleiding begonnen. En afgemaakt? Afgemaakt, ja, binnen vier jaar. Dat was echt voor mij rete zwaar vanaf het mbo. Vond ik dat echt taai. Ja. En toen uh, eigenlijk bij het, uh, bij het bedrijf waar ik ben afgestudeerd, ben ik gaan werken als engineer. Uh, in de luchtvaart. Nou, dat vond ik wel echt een leuke, leuke baan ook wel. Ja. Uh, waar je gewoon mee helpt aan vliegtuigen. En met je bent eigenlijk een soort uh, technische vraagbaak binnen het bedrijf. Uh, heb je het dan over zeg maar, luchtvaart, gewoon van die Boeings of ook gevechtsdingen? Ja, nee, nee, wel echt uh, hm. met inderdaad. Uh, met Boeings en uh, Airbus en noem het maar op. Dus Hoe dat, lang heb je dat gedaan? Ik heb dat uh, een jaar of drie en half gedaan. Wauw, toen was je nog hoe oud ben jij nou? ik ben nu 33. oké. Okay, so ja. ik was 26 20 20 20. of zo. Ja. 26 was ik toen ja. Uh, toen was afgestudeerd en toen begon eigenlijk in de luchtvaart. en aan het einde van die periode werd ik leidinggevende. en dat was dus van een, uh, niet per se van de engineering tak, maar van nee. de commercieel operationele afdeling. Maar dat werd te gek allemaal. Toen, uh, want ik deed tijdens mijn opleiding en mijn werk deed ik ook nog alles online, dus met YouTube en met. Toen Twitch. was je daar al mee bezig? Ja, al lang al. Dus, Wanneer ben je daarmee uh, begonnen dan? 2013. Uh, 2012 en, uh, was je begon 20. ik aan me, uh, ja was ik toen twintig? Ja, ja. ja zoiets, Begin 20 ja, kijken. Uh, zoiets. Ja. Uh, Hoe kwam misschien... je daarmee? gewoon nou, dat je zat online en dan vond je tof. En dat... Ja, ik zag het internationaal gebeuren. Ja, ik zag ja. allemaal streamers live en dat hun, ze verdienden daar geld mee en ze gained en ze streamen en ze, ik dacht van ja dat kan ik op zich ook wel, beetje entertainen, uh, beetje gamen, nou ja prima weet je, ik ga dat wel doen. Maar ja in die tijd was dat natuurlijk uh, sowieso worry. nog moeilijker ook. Ja omdat er niet zo heel veel tools beschikbaar waren. Je moest ja. alles zelf uitzoeken. Er waren ja. geen YouTube-video's met hoe je dingen kon opzetten of nee. wat dan ook. Ja. En nu staat het er vol mee. Ja. Je, ja. Ja, je kan binnen vijf minuten een livestream starten, om het ja. maar zo te zeggen. Ja, ja. Uh, ja dus zo begon het eigenlijk. Ja. Want dat, was het. Uh, wat, want jij bent ook battle rapper geweest, hè? Ja, ja maar, heel hoe lang we, gereden, van, ja. ja, Heeft dat je. Um, hoe heet het? Wat zegt dat over wie jij bent? Ik heb daar wel geleerd hoe je makkelijk uh, terug kan komen op bepaalde reacties en dat. Uh, dat je huid wat dikker is, wat zeker nodig is online, ja, gezien uh, iedereen van alles er nog wat naar je hoofd slingert. Ja. Maar ik ben dan ook niet de minste dat ik makkelijk iets terug kan zeggen. Dus uh, ik ja. Ik, het maakt mij niet zoveel uit wat mensen over mij zeggen. Maar als jij dat over mij doet, dan kan je zeker ook iets terugverwachten om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Dat is geen uitnodiging nu naar iedereen ja, die. Kijkt je om, onder, uh, jongens, je kom, op. Hele, ja, kom nee. maar op. Kom nee. Nee, maar op. Uh, ja, dat heeft me veel geleerd man. Veel ja. geleerd over uh, dat uh, je niet alles persoonlijk hoeft aan te. Dat. te... En dat is, dat, is, dat, is, dat is denk ik online super. Want wij merken ook, hè, zeker op TikTok bijvoorbeeld. Ja. Als je daar shorts post, als je soms reacties krijgt denk Denkt Lopt. van hoe dan? Weet je wel. Ja. Ja, wat dan? Ja, en, en negatieve uh, aandacht, dat, dat blijft toch langer hangen bij je. Ja. Want uh, ik krijg per dag uh, honderden leuke berichten die, ja. uh, die de streams tof vinden of die het vet vinden wat ik doe. En dan als je toch twee, drie slechte iets uh, ziet, toch een mens is zo gemaakt dat, dat, je, dat, makkelijker, dat je dat makkelijker onthoudt. Ja. Wat vind jij lastig? Hè? Want je hebt, ik vind dat je twee soorten negatieve reacties hebt. Je hebt. Aan de ene kant heb je best wel onderbouwde dat je ja. denkt van kut weet je uh, ja je zou eens meer weet ik veel voor je camera staan Hoe weet ik veel gewoon iets inhoudelijks ja, ja, ja. maar je hebt ook van ja, haatreacties ja gewoon een domme ja. dat je denkt van grap weet je zoek het uit um, het tweede denk ik dat ik daar makkelijker op reageer met gewoon een grap terug of een opmerking terug of ik laat het gewoon of vaak ik, ja dan denk ik, boeit me niet maar ja. als iemand goede kritiek geeft en een bedoel je dat een beetje ja, 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 ja dat dat raakt je wel nog meer precies omdat dat echt iets is wat klopt ja maar als iemand gewoon zegt, hé, hey, weet ik veel, ja. uh, hij scheld me gewoon zomaar uit of zo, ja. Ja, dan, dan weet je dan, ja, dat klopt ja. natuurlijk niet. Ja, maar ja, ja. Ja. Dus dat boeit me dan wel minder. Hey, luister, je zat in de luchtvaart, je was al het gamen. dus eigenlijk had je twee dingen zeg maar, door elkaar heen. Wanneer kwam het moment dat je zat van, weet je wat, luchtvaart, uh, toen ga volledig online? Ja, dat was in uh, 2019. En hoe was, was dat moeilijk om die stap te nemen? Uh, ja. Want je had wel een salaris en alles. Ja, ik had wel uh, geld gespaard vanuit de luchtvaart. Voor een jaar salaris eigenlijk. Ja. Dat had ik eigenlijk gespaard ja. om mezelf een jaar lang te geven... om gewoon dit te doen. Maar ja. ik kwam natuurlijk niet vanuit nul. Ik wist al dat, dat Twitch en online leven geld zou kunnen opbrengen. Ja. En ik, ik verdiende al uh, redelijk dat wat daarmee. Al wat dus lopen, ja. uh, het was natuurlijk niet zoals uh, hoe, hoe het nu is, maar... Mm -hmm. Uh, het was gewoon prima. En ja, toen ja. zei ik dat tegen mijn vriendin. Nou, zij, Ik ben al uh, sinds mijn vijftiende met haar samen. Dus uh, zij support mij daar enorm in. Echt en, uh, je jeugdvriendinnetje? Echt mijn jeugdvriendinnetje. Maar toch niet je eerste, hè? Mijn eerste. Echt serieus? Ja, je 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 zeker. Ja. Ja, ja. En inmiddels een dochtertje? en een dochtertje. Ach, ja, God. ja. Het was mijn allereerste echte vriendin inderdaad, man. Dus Z uh, ja, heel blij mee natuurlijk. Uh, en zij ondersteunde die stap wel, zoals had ze Zeker. Doen. Kijk, zij is natuurlijk wel van, uh, kijk, als we maar gewoon ons ding kunnen blijven doen en totaal nooit gefocust op geld of wat ja. dan ook. Ze is ja. meer gewoon van, als we maar niet in de knel komen, dan dat. is alles prima. Ja, en dat, maar dat. dat is een hele logische vraag naar mij, toch? Van ja. prima dat je het gaat doen, maar. We mm -mm. moeten nog wel gewoon. Wel de ding nou kunnen maar, doen. Ja, wel, en zij werkte ook wel hoor. Maar eh, uh, ja, ja. Ik, ik was wel. Uh, dat, dat ik best wel het grote geld. naar nou, bezin om Precies, maar zo ja. te zeggen. Ja. Ja. Um, en nu helemaal al. met dat we een dochtertje kregen. Ja. Dus toen ging zij minder werken. Ja. Dat hadden we gewoon goed met elkaar afgestemd. Ja. Maar dat waren een paar stappen verder. Um, nou goed, toen ging ik dat doen. 2019 stopte ik met mijn baan. Eind 2019. En toen hitte de COVID. Zo. En dat was voor de online wereld perfect, maar voor de mensen super ja. Uh, achteraf gezien had ik dat natuurlijk nooit gedacht. Van, uh, dat, ik zou nu nooit zeggen van, nou, COVID, wat lekker uh, dat dat is geweest. Maar voor jou was het wel een Nou ja, voor de time. online wereld ja. ging iedereen daardoor ja. keihard. En, en daarom uh, heb ik deze studio. Ja, je, kijk, dus ik zeg COVID. niet dat per se mijn succes komt helemaal niet nee. daarvan, maar het was wel uh, natuurlijk dat opeens iedereen zag oh, Twitch is ook een plek waar ja. mensen zitten en noem het maar op. Ja. En ja. werd geïntroduceerd naar heel veel mensen die toch thuis zaten, ja. die veel eigenlijk vrije tijd hadden. Ja. Dus ja. dat gebeurde ja. en ik partnerde gelijk met JBL uh, dat jaar ook. Dus dat was gelijk een goede boost voor mij, voor inkomen ook. En natuurlijk een super vette partner. Ja. En vanaf daar ging eigenlijk... van Het moment dat ik stopte met mijn werk, ging het heel hard. Dus het was alsof iedereen wachtte van... Wanneer stop je nou met je baan, want Alles dan klopt, kunnen we gaan. Ja, 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 ja. Ook qua bedrijven er kwamen veel meer bedrijven ook naar me toe om samen te werken om dingen te doen omdat het daarvoor ook wat moeilijker was met ja, ja ik, ik heb mijn werk en dit ja, en ja, dat ja, en dit alle ja, twee en dingen halen toen half. was het gewoon boom ik ben ja. er man ja Kom, let's go. Ja. Zo meteen meer over de, zeg maar, de business kant van het yeah. verhaal, hè? Want dat vind ik super. Hey, we bemoeien ons hier met ondernemerschap op 7D TV. Maar even nog. Uh, ik zei in het begin, want zo las ik het op je eigen website. Van uh, hij gaf zijn baan op om uh, de, de om dromen uit te laten komen. Mm -hmm. uh, zijn dromen uit te laten. Wat waar, Wat zijn die dromen? Ja, kijk, dromen vind ik sowieso iets wat, uh, wat door de tijd heen uh, kan veranderen. Ik, ik heb niet de een se een einddroom in het leven, ja. maar uh, wat nu. Ik leef nu wel mijn dromen. Dat is wel. Ik heb altijd al wat gehad met gaming. Uh, ik vind dat heerlijk om te doen. Ik doe het ook bijna alleen maar op de stream nu. Ja, ja, ja. Dus ik doe niet echt veel meer game in mijn eigen tijd. Ja. Um, en dat in combinatie met uh, mensen entertainen om een toffe plek te creëren, een vette community te bouwen. Ja. En waar mensen daarheen komen om dat te zien van mij. Ja, dat is voor mij gewoon een droomleven. En ja. als ik daarmee kan rondkomen, ja, dan is er. Ik heb nooit het gevoel dat ik naar mijn werk ga. Dus ja. ik bedoel, ja... ja. Dat, is, dat is toch heerlijk? En Lekker, dat is wel ja. een droom van mij. Ja. Zeker geweest met... ik denk van iedereen wel, toch? Dat je een bepaalde ding vindt in het leven... waar je ja. niet uh, een... een um, hoe moet ik dat zeggen? Een muur ziet waar je elke dag tegenaan loopt. Ja. En dat dat ik in de luchtvaart wel op momenten. Dat ik dacht, van, ja, het is wel een leuke baan, maar... Het is wel een baan. Ik heb, vandaag, ja, ja. Ik heb er vandaag eigenlijk helemaal geen zin in, joh. Ja. Kutfiles rijden en dit ja. en dat en nu uh, ja, ja ik werk een ja. minuutje van mijn huis vandaan. Het is ja. allemaal top. Ja, nu word je wakker en denk je yes weer een dag. Weer een dag, let's ja. go. Ja ja ja, ja. ja ik, ik ja. kan de hand schudden. Yes. En dat is niet met alles hoor. Kijk, uh, er zijn dingen. YouTube vind ik bijvoorbeeld. Ik vind het leuk om te doen, maar het ja. is wel meer een sleur echt opnemen en monteren en dit en dat en dat streamen. Dat, dat geeft. Geef mij energie. Ja, op het moment dat je live aan het streamen bent, dan zit je in de flow. Zeg zit maar dan ik helemaal ja. in de flow. Ik ja. heb er altijd zin in. Optreden ik... is het, hè? Het is Toch? Een... Ja, optreden. Ja, ja het is, uh, optreden voor, uh, ja. nou ja, gemiddeld zeg 800 tot 1000 man. Ja, ja, elke exact, dag. Het. Ja, exact, het. volle zalen. Eigenlijk. Ja, 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 ja. ja. Um, die uh, de, even de business, uh, de business. Uh, laten we om te beginnen. eens Even kijken. Een week morgen. Neem, neem ons eens mee, zeg maar, in een week. Wat, hoe ziet jouw week eruit? Wat doe je allemaal? In de ochtend geef ik mijn dochter een kus ja. en uh, staan we op. Dat is uh, sowieso mijn uh, begin van mijn week. Uh, ik sta wel vaak wat later op dan mijn ja. dochter en mijn Ja, want vrienden. jij werkt ook wat later door. Ja, precies. Dus, ja. Uh, maar alsnog, uh, zeg acht uur of zo, uh, ga ik wel mijn bed uit. En dan ja, de week. Ik hoef je niet per uur te zeggen wat nee, ik nee. doe, maar. Qua uh, ja. grote brokken activiteiten zijn Ja, kijk, de streams zijn wel een. Een, 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 een haalvast. Hoeveel in de tijd week. ben je daarmee bezig in de week? Ja, ik zeg elke dag wel zo'n vijf uur. Okay. Dus elke dag vijf uur streamen wel. Uh, vier, vijf uur laat ik zo zeggen. Vier, vijf uur. Vaak s'avonds? Uh, maandag, woensdag, vrijdag, s avonds. En donderdag en dinsdag uh, op de, in de middag. Zijn eigenlijk vaste tijden. Ja, vaste tijden. Dat vind, vind, ik, vind ik, ik zelf wel heel relaxed. En kijkers ook waarschijnlijk. Ja, dus dan weten ze gewoon wanneer ja. ik er ben. Uh, het is wel altijd een grapje dat ik altijd iets te laat ben. Ik ben altijd wel vijf minuutjes te laat. Net ook. Dus, uh, ja, ook. Ja, ja. Precies, perfect. Ja. Maar ja, net was wel inderdaad uh, dat ik uh, onderweg ben. En dan denk ik van, echt toch nog even een croissantje halen. Maar ja. Dan, dan kom je weer ergens, is het dus weg weer afgesloten en dan red je het net niet. Maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, maar voor de rest, kijk, de, de rest is wel opgevuld met meetings, met uh, mailtjes, met ja. uh, mijn eigen bedrijf. Nog boegbeeld heb ik ook, ja. wat, uh, wat ik run met, met een vriend. Je, ja, in, met in, mijn man, baard ja. en uh, mannelijke verzorgingsproducten. Ja. Het is ook voor uh, hoofdhaar en ook met scheren te maken. Dus het is niet alleen voor baard. Dus daar spendeer ik veel tijd in. En um, ja, buiten dat ook YouTube video's, je socials in de gaten houden. Ja. Um, maar um, kijk, dat, dat klinkt allemaal best wel uh, makkelijk. En op zich is het het ook wel. Maar als jij iets moet voorbereiden voor een stream, ik zeg maar wat, als het een gesponsorde stream is of zo, dan is het meer dan gewoon alleen live gaan en een logootje in beeld. En zo. Weet je? Ja. Het is wel vaak veel voorbereid, documenten doorlezen. Wat, wat hoort erbij, waar kan je, waar moet je naar kijken en zo. Dus het is. Als je dan een, een speciale stream gaat doen, dan kost het wel een, zeker een paar uur extra ja, tijd ja, ja. om dat voor te bereiden. Ja. Maar over het algemeen ja, zit ik op een best wel relaxe plek, eerlijk ja, gezegd. Ja, ja, ja. Want hoe verdien jij je geld? Um, op welke manieren? Ja, mijn, mijn hoofdinkomen is wel met sponsors. Dus ja. uh, met uh, sponsordeals. Uh, MSC, uh, JBL Quantum. Op dit moment uh, zijn mijn main sponsors op Twitch. Wat voor merken zijn dat? Uh, MSC maakt uh, ja, computeronderdelen. Ja. Uh, van alles en nog wat. Hoor. Kom je ja. toetsenborden, muizen, maar ja, ja. we zijn uh, uh, nu samenwerking met PC's, dus volledige PC's die we dan samenstellen. Want ik sta ook bekend als die techman op YouTube, die met kabelmanagement en PC's bouwt en zo. Ja. Uh, jij checkt ook setups van anderen, toch? Ik check setups van anderen. Ik bouw setups ook met uh, de wat bekendere Nederlanders, rappers, uh, maar YouTubers. Maar zeg, pleur jij ook echt pc's en alles, echt van die game dingen? Ja, helemaal ja, in elkaar, ja maar helemaal. niet dat ik ze verkoop op mijn eigen site, hoor. Nee, nee. Maar met MSC heb ik dan soort van dus de setups van morgen. Dus morgens zijn aanbevelingen voor pc's ah, die jij cool. kan kopen via cool. MSC. Ah. En JBL is uh, op headsets, dus gaming headsets. Ja. Dus en is dat, zijn, dat, zijn dat echt sponsordeals of zit er ook affiliate aan vast? Maar is het... Geen affiliate, gewoon okay. echt uh, sponsordeals. Okay. Dus, uh... En want kun jij op Twitch op een andere manier geld? Kijk, bij YouTube heb je natuurlijk je, je advertentieinkomsten als ja, je een beetje heb bereik hebt. Ja, heb je heb je ook op Twitch. Die heb je ook op Twitch, maar ik speel zelf geen reclames af. Ik vind dat... Uh, ja, ik vind dat gewoon inbreuk doen op het feit dat uh, je chill een stream kan kijken. Want een livestream is echt live. En als ik dan net een reclame afspeel op een spannend moment, kunnen ze het niet terugspoelen. En dan ben je het kwijt. Ja, ja. je kan achteraf, kan je het terugspoelen. Maar dat is, dat is niet live. Dan ben ik net in een po gruwelijk potje waar ik uh, iets ga doen. En dan. keer reclame. Ja, dan, uh, dan ben je de, de Sjaak natuurlijk. Ja. Dus dat doe ik zelf niet. Nou, dat is zoals uh, oude reclame wel werkt. Dat is precies wat ze vroeger ja, op televisie precies. deden. Op het spannendste moment kregen ze irritante kutreclameblok. Precies. Kut precies. Um, en mensen kunnen abonneren. Volgen is gratis. En abonneren, dan betalen ze je... Uh, nou, het platform 4 euro per maand. En ik krijg daar dan een deel van. Ah, um, dus dat is dan uh, subscriben eigenlijk. Ja. Uh, maar dat hoeft niet hoor. Je, hoeft, nee, 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 je, je hoeft niet te subben. Je krijgt dan een speciale badge in de chat en wat extra emoticons en zo. Dat dus, uh, is het. Of emotes. Yeah. Um, en ze kunnen doneren. Dus dat doen ze ook wel eens. Of uh, van die Bits. Dat is ook iets van Twitch zelf. Dat ze ja, een soort donaties kunnen ze doen. Yeah, yeah, yeah. Dus dat is het. Maar ik, ben, ik heb altijd gezegd: ik ben nooit afhankelijk van subscribers of donaties. Dat is gewoon allemaal extra dat ze dat doen ben ik ze heel dankbaar om. En dat, ja, ja, ja. dat mensen op mij willen abonneren. Dat is gewoon elke elk persoon die erbij komt. En dat is je dat community eigenlijk, Ja, dat toch? is echt mijn community ja. die, mij, die mij support daarin. Maar ik ja. zal nooit zeggen dat zij mij soort van... Um, ze supporten je wel extra, maar in feite niet per se meer... dan iemand die er of geen geld voor heeft... of ja. er geen geld voor ja, wil ja, uitgeven. Precies. Want ja. Uh, ja, heel platgeslagen, als ik een sponsordeal binnenhaal dan verkoop ik ook diegene die geen geld betaalt... zijn kijkcijfer aan dat bedrijf. Ja. Dus het is ja, niet dat zozeer verschil, dat nee. hij mij niet... Want hij komt mij sowieso checken. Ja. Hij of zij. Die, ja. Ze komen mijn stream kijken en door hun word ik groter. Dus ja. het is niet zozeer dat ik zeg... Ja, jij betaalt mij nee, geen geld, het. dus ik zie jou minder of zo. Ja, dus ja, ja dat, dat is nooit het geval geweest. Ja. Dus hoofdzakelijk sponsoringkomsten. YouTube zei je wat aan pre-roll. Ja, YouTube heb ik komsten. wel gewoon rammig vol met advertenties. Dat boeit me niet zoveel. Nee, Daar heb je niet zoveel... <laughs> Of nou niet zoveel bereiken. Ik bedoel, ik zou het wel willen op elke video die ik heb. Maar het is niet dat je echt honderdduizenden. Nee, views nee, nee. Hebt, nee. Hè? Ik heb een best wel een niche kanaal. Dus het is. Uh, nee. ik, ik ben niet iemand die het grote publiek uh, in alles uh, uh, aanstipt. Ja. Sommige series gaan heel hard. Dus bijvoorbeeld uh, setups reageren van YouTubers ja. kan iedereen kijken. Ja, ja. En als jij eens zo knol gaat, de setup gaan checken, dan weet je. Ja, dat, uh, precies. Dat is ja. inderdaad, dat zijn uh, toffe series. Ik heb ja. vroeger een serie gehad over dat ik dan express virus op mijn PC liet installeren en scammers op mijn PC liet connecten. Ja, dat kijkt ook iedereen. Ja. Maar als ik heel uh, specifiek een uh, router ga uitlichten, ja, dan kijken er misschien vijf of 10.000 mensen. Ja. Maar dat is dan. Op zo'n video veel, omdat dat echt mensen zijn die geïnteresseerd zijn in dat onderwerp jij vindt het ook tof om een router uit te leggen. Nou ja, het ligt er een beetje aan of ik daar een leuk concept van kan maken. Ja, ja, ja. Ik, niet zo van uh, dat ja. elk poortje zo en zo is. <laughs> en vaak zijn dat wel video's uh, die dan ook wel gesponsord zijn. Dus ja, dan ja, ja, ja. krijg je wat opgestuurd en dan ja. uh, zit er een budget aan vast. Maar ik ben wel altijd eerlijk daarin. Van, ja, ja, ja. Ik ga je niet, niet zomaar uh, saus verkopen of zo. Weet nee, je. Je. Het is gewoon. Ik check gewoon je product en als het tof is, is het tof. En als het niet zo is, ja dan. Ga ik dat ook zeggen? Nee, zo werken die deals. Ja. ja. Hey, en dan heb je meer inkomsten? Of is, de, is dit de hoofdmoot? Uh, even kijken. Heb ik nog meer inkomsten? Ja, op socials doe je natuurlijk wel wat gesponsord, maar dat is dan ook met bedrijven. Ja, ja. Uh, heb ik nog meer inkomsten? Ja, Boegbeeld heb ik dan natuurlijk, mijn, ja, uh, ja. mijn extra bedrijf. Ja. Maar dat alles wat we daaraan verdienen gaat weer terug. Ja, in dat is toch bedrijf, redelijk. Het is niet zo groot, denken we. Nou ja, ja, we pak op zich wel een uh, prima omzet. Maar ja? alles wat we eraan verdienen, gaat weer terug. Maar ja. het is niet dat we duizend orders per maand hebben of zo. Uh... Dat zeker niet. Dus dit is eigenlijk in grote lijnen wel wat, uh, wat er speelt. Ik doe dan wel nog uh, af en toe presenteren op plekken. En dus, nou ja, net zoals hoe... Hier ben dan, maar dan echt voor uh, het NKG. Je krijgt geen geld voor het, trouwens. Sorry? Ja, wist je dat? Je krijgt geen Jawel, geld. Jij wel. Je krijgt zo die facturen. <laughs> <laughs> Fuck jou. Ja, 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 ja. Hé hey, luister, eens. Uh, sommige mensen vinden het heel uh, de, de, en ik stel de vraag altijd open. Maar kun je iets vertellen over wat jij verdient? Of laat je daar nooit over uit? Ik heb nooit uh, een ding gehad met dat ik dat openlijk deel met mensen. Nee. Het is gewoon dat is, dat is helemaal niet nodig, vind ik. En uh. ook helemaal niet om ermee te pronken of zo. Nee. Ik, dus mensen moeten mij niet zien als die jongen die uh, aan het pronken is met hoeveel geld hij heeft en wat dan, dan krijg Ik rij helemaal geen dure auto. Wel. Of, ik zag een hele mooie voorbij komen. Ja, oké, okay, maar dat is een ander verhaal. Wat dan? Nee, ik hoopte okay. al dat je met dat ding zou komen. Nee, 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 nee. Als ik tot hier dan moet ik drie keer tanken. Ja, <laughs> ja maar dat, dat, ga ik, dat ga ik je zo vertellen: okay. maar over het feit, ja, maar ja. over geld. Ja. Kijk, natuurlijk, ik heb mijn huis gekocht en wat dan ook, maar ik, ik ben niet aan het flashen of showen met hoe, nee. hoe goed ik het heb of hoe lekker het allemaal gaat. Omdat ik, dat best veel gebeurt, hè, online. Ik bedoel, ja, ik vind kijk dat niet naar nodig. Kijk, kijk naar, ik word de ene thump is nog vetter dan de andere. Ja, en, ik, en dat is prima, maar dat is dan hun content met ja. waar zij voor willen staan. En ik sta niet voor dat. Ik sta nee. gewoon voor een authentieke, eerlijke. Guy die gewoon die uh, hopelijk wij mee kan levelen. Ja. Want het punt daarmee is, is dat sommige mensen vergeten is dat een community zichzelf wilt een beetje spiegelen naar jou toe. En als ik niet meer um, real ben, om het maar zo te zeggen, ja. dan, dan zien ze misschien die connectie niet meer met mij. Als ik helemaal uit de hoogte ga doen, dan ja. zien ze misschien van ja, die jongen die. Uh, waarom kijk ik hem eigenlijk nog? Ja. Elke keer gaat het over. Hoe dik zijn auto is en ja. hoe veel zijn geld is en ja. hoe mooi zijn huis is. En dat vind ik, dat mag je wel zeggen. Mm. Maar ik voel me daar niet per se. Dat uh, uh, is niet mijn identiteit. Nee. Nee, wat ik het zo zeg. Je kan er prima van leven. Je kunt het zo ik kan er vatten. gewoon goed van leven, zeker ja. weten. En ik ja. ben daar heel dankbaar voor. Ja. En ik uh, zal dat nooit uh, zo afwimpelen van, oh, wat heb ik het zwaar en wat dan ook. Dat zie je ook wel online, dat uh, creators, um, dat is best wel een trend ook wel, met oh ja, ik heb het zo zwaar en oh, poe, poe, En het is ook wel zwaar, begrijp me niet verkeerd. Het is zwaar op een andere manier. We zijn geen tegelzetters of wat dan ook, maar nee. het is heel erg mentaal. Je bent veel bezig ja. met relevant blijven en met ja. je video's plaatsen, je streams doen. Ja. En mensen thuis zullen denken, ja, maar ja. Wat doe je nou eigenlijk? Hmm. Je zit thuis, op een stoel, je rooster, je bent gaan gamen. Ja. Hij bek dicht, man. Wat ben ja. je nou aan het doen? Ja. Maar da, de vraag naar hun is dan weer: ja, maar als, als het zo makkelijk is, doe het maar elke dag vijf uur lang vol lullen met dat mensen dat blijkbaar leuk vinden. Ja. Veel mensen die proberen dat dan en na een kwartier denken ze: ja, dit, ik heb helemaal niks meer om over te praten, joh. En daar, dat is het verschil tussen iemand die het voor een lange tijd kan doen ja, en er ik. succesvol mee wordt. Ja. En iemand die denkt vanaf de zijlijn van: dit kan iedereen. Ja. Want het is best pittig. Het is pittig, maar voor mij niet meer. Ik, ik, als, ik, als jij mij nu zegt: kan jij hier tien uur lang streamen. en uh, een vette show van maken, zeg ik: let's go. Waar put je dan uit? Vo wat, wat, snap ik de vraag? Ja, of? ik snap wat je bedoelt. Van, uh, hoe, uh, hoe, hoe kun, kun je, doe je het vol eigenlijk? Ja. Ja. Ja, kijk, ik heb uh, mijn chat natuurlijk. Dus daar heb je altijd wel ja, interactie ja. mee. True, daar gebeurt natuurlijk veel. Um, dus shout-out naar mijn chat, die mij altijd input geeft over dingen waar ik over kan praten. Ja. Dingen die in game gebeuren, ja, ja, ja. waar ik ook makkelijk een grapje over me kan maken. Of kan refereren aan iets wat voorheen is gebeurd in mijn leven. Of ja. een anekdote vertellen. Samen met mijn broer game ik veel. En met hem heb ik sowieso een goede energie. En vanuit daar uh, ja, rolt het wel gewoon ja, een ja, beetje. Ja, 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 snap ik. Je hebt gewoon een aantal variabelen waar je mee kan spelen, zeg maar. In de ja, chat gebeuren stel, dingen, op... in de game gebeuren dingen. Je ja, je eigen... en stel, ja, en dan misschien haal je een keer actualiteit erbij. Ja, van, ja, 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 hé hey, jongens, ja, ja. ik hoorde vandaag dit, man. Hoe, ja. Wat jullie kijken daar en daarop. En dan ben je aan het gamen, maar, maar dan is gewoon... er een discussie gaande in de chat. Niemand kijkt meer naar de game. Loopt dat wel eens uit de hand? Ja, wel eens. Dus ja, je hoort natuurlijk ook onderwerpen die heel gevoelig liggen en het 100%. polariseert aan alle kanten. Ja. En hoe ga je daarmee om? Um, soms laat ik het toe, uh, ligt er een beetje aan in hoeverre ik weet dat iets snel uit de hand kan lopen. Ja. En soms dan modereren we dat gewoon heel goed. En Aha. dan is het gewoon van jongens: uh, nu mag je even vijf minuten losgaan en daarna is het weer klaar. Want het is de dag van vandaag dat um, om de havenklap we, uh, negatieve dingen lezen op ja. het internet. En dat hoort bij het leven. Ja. Maar ik kan ook wel eens zeggen op stream, dan komen mensen: Ja, heb je dit geleerd? Daar is weer dit gebeurd. En daar zijn weer zoveel mensen door. En, dat is en dan, ik heb ook wel eens gezegd: Jongens, uh, vandaag even niet, man. Weet je toch, ik ben gewoon, ik, ik, ben, niet, ik ben niet NOS of zo. Snap je? Want ik mag ook wel gewoon hier gewoon mijn ding doen en gewoon ja. positiviteit hebben. Ja. En morgen uh, praten we wel weer hier en daarover. En sommige mensen vinden dat niet fijn om te horen. Maar boeit me niet. Hoe hoe, als, ik, als ik eens een week meeloop in die chat, is daar, is dat heel, is, zit er daar is dat extreem? Zit daar nuance in? Zijn dat echte gesprekken? Wat, wat zijn er van mensen? Ja, zo bedoel je van wat, ja. wat gebeurt er in de ja. chat? Ja. Um, ja, het is eigenlijk wel een, een mengelmoes van de samenleving. Ja. Dus uh, er zijn uh, zeker uh, extreme qua ideeën tussen elkaar. Dus als je het hebt over de politiek of wat dan ook, dan. Ja, wat is niet politiek natuurlijk? Ja. Maar. Um, nou ja, neem een random uh, onderwerp en uh, er zijn genoeg mensen die aan de ene kant staan en genoeg aan de andere. En, dat is en wij zijn er dan om dat ook in goede banen te begeleiden. Met jongens prima dat jullie discussies voeren. Maar als we zien dat het uit de hand loopt, ja. met dat mensen beginnen te schelden of echt boos beginnen te doen, ja dan uh, kappen we het gewoon af. Van ja. hey jongens tot hier en niet verder. En dan is het prima. Wat ook vaak gebeurt is dat uh, mensen hun persoonlijke verhalen komen vertellen in de chat, want ze zien een best wel veilige plek om uh, even hun gedachtes uh, te gooien op het internet, zonder dat mensen weten wie het zijn. Iemand die waar zijn vriendin het van uit heeft gemaakt, of Waarvan zijn vriend is overleden, zijn pa een erge ziekte heeft gekregen, of dat hij het even niet meer weet in het leven of wat dan ook. Veel van dat soort berichten gekregen ja. door de jaren heen. Ja. Waar wij dan als community, en dat is echt mooi om te zien, gelijk op reageren met dat mensen hem hartjes sturen en zeggen: ja, hé, hey, uh, als je iemand wilt uh, om te spreken, zie je mensen elkaar uh, berichtjes sturen van: hé, hey, als je een keer wil gamen of wat dan ook, ik ben er voor je. En ja, dat zijn wel de prachtige momenten ja. met. Zo'n sterke community. Ja, dus jij blijft wel hoopvol als het gaat om de mens zeker en hoe we met elkaar omgaan. Zeker, zeker. En ja? ik vind dat ik daar ook wel een voorbeeld in heb. Hoor. Ja, en ja, ik ja. zie dat ook wel. Ik ja? zie ook wel van degene die ik online ben. Uh, tuurlijk, is het uiteindelijk zijn het mijn gedachten en mijn visie op het leven. Ja. Um, maar ik ben daar toch ook wel. Uh, als ja, een boegbeeld voor mijn uh, community, met ja. uh, wat voor persoon ik zelf in het leven, met welke normen en waarden ik heb. Ja. En mensen gaan dat toch op een bepaalde manier misschien overnemen, of als het heel erg van hun afstaat, dat ze zeggen: van ja, uh, fuck ja, man, uh, ik, ja. Uh, ik kijk niet meer. Ja. Maar ja, ik, ik weet wel dat ik, dat ik wel een, ook wel een voorbeeldfunctie heb. En dat, dat vind je ook leuk? Ja, dat wil je ook. Want ja, er zijn ook ja. andere artiesten die zeggen ja, boeien. Ik heb geen boodschap en ik wil gewoon of het nou een, weet ik veel, muzikant is of een artiest, whatever. Ja. Maar jij ziet wel die, die boekbeeldrol. Ja, ik vind dat wel uh, mooi om te hebben. Ja. Ik denk dat ook, uh, omdat ik nu ook uh, papa ben, dat ook mensen ook in ja. de chat komen van hey, hoe doe je dit of hoe doe je dat? Ja, dan. Geef ik gewoon mijn visie en uh, kunnen ja. we er gewoon over praten? Maar ik, ik, ik wil nog meer van je weten. Maar eerst even, even naar die, die want de mensen zitten nu al, al vijf minuten, denk ik. Die, die auto. Oh ja, die auto. Ja. Ja, die moeten we nog even hebben. Want ja. ik zag zo vaak op Instagram zo voorbij komen. Echt een ja. vette dan. Ja, klopt ja. Maar is ja. die van jou? Die is van mij, ja. Die is van mij. Ja, hm. dat is, kijk, dat is een auto die um, al sinds kind, uh, als sinds mijn jeugd eigenlijk, mijn vrienden vonden altijd echt die. Sportauto's vet en zo en mij, ik weet niet eens waar het begon, maar die die old die Amerikaanse pruttelbakken, dat was echt mijn droom al altijd geweest. Als ik zo'n auto zag als kind, wist ik van ooit heb ik zo'n auto. Vet. Het is het, maar is maar bouwjaar uh, is in '69. 69, ja. maar die kosten patiënten toch? Want hij zag er nou, super mooi uit. Ja, ja, het ligt er. Ik heb, ik heb er uh, nou ja. Dat staan wel. wel. Ik heb er twee. Maar uh, nou, dat zal ik ook even vertellen. Je hebt nu want, al zeer even, ja. Ja, want uh, nu lijkt het alsof ik mezelf tegenspreek. Maar ik heb. Nee. Dat, nee. Nou, omdat die ene die staat op mijn bedrijf dan ja. en die andere is echt van mijzelf. En die op mijn bedrijf was eigenlijk het idee, omdat ik het zo vet vind, dat ja. ik die wilde gaan verhuren. Maar dat heeft echt veel voet in aarde. Dat is ja. echt moeilijk om uh, een soort van verhuurbedrijfje op te richten. Ja, ja. Maar dat komt misschien nog wel. Ja. Um, maar die ene die ik heb gekocht, de eerste, die heb ik twee weken na de geboorte van mijn dochter gekocht. Die zag ik op marktplaats staan. En die was, uh, nou ja, in de dag van vandaag is dat normaal voor een auto. Die was ja. 15.000 euro. Oh, dat valt wel mee. Nou ja, voor zo'n oldtimer. Maar ja. ze ja, staan met, ook voor echt veel hoger. Veel hoger, uh, zeker. Ja. En vaak vind je ze voor deze prijs echt als een soort projectauto, die, ja. uh, die Ford Mustangs dan. Ja. Uh, dus ik, ja, ik was gelijk erheen gegaan en toen dacht ik: deze moet ik hebben. Hij stond volgens mij voor 17,5. En het is hij is goed. Het is geen projectbak. Ja, ja goed, goed. awb ja, uh, 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 is wel aan te raden. Ja, je, ja, ja, ja. Hij, hij rijdt en hij doet zijn ding. Maar uh, je kan er nog duizend dingen aan veranderen. Ja, ja, dan, laat ja, ja. ik het zo zeggen. Ja. Maar hij, 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 hij doet zijn ding. Gaaf. En ja, toen heb ik hem gewoon gekocht. Dat was voor mij. Uh, toen dacht ik: van, Dit moet hem zijn. Dus een, van die, een, van die, ja. een van die dromen. Een van die dromen. En dan vind ik. Als ik dan kijk naar uh, wat uh, sommige auto's kosten... 15k voor zo'n auto, ja. Daar koop je ook gewoon... Uh, tegenwoordig kopen mensen daar dus gewoon een auto... Ja, gewoon een autootje voor. <laughs> ja. en dat, dus dat vind ik een, gewoon een normale nette prijs. Dat ja. is ook niet om je over te pronken. Ik pronk ja. dan juist dat ik hem voor die prijs ja, heb... Ja, ja. en dat ik zo'n vette auto mag rijden. Ja, belastingvrij. Heerlijk. Ja. Belastingvrij. <laughs> ja. uh, mijn all-time verzekering kost me 7 euro per maand... ja ja lekker man dat is een beetje benzine man. ja benzine dat, uh, ja. dat kost je wel wat ja <laughs> gaaf je man. rijdt één op uh, vijf als je geluk ja. hebt gaaf luister uh, waar zijn we uh, de Ik week weet van niet meer waar we zijn de nee, ja een ik wel jij ja, neemt het slokje um, ja oh ja dat vind ik wel een mooie. daar had je net al een klein beetje uh, begon je daarover, dat mensen denken van joh, hier loopt een beetje de game en uh, dat is het dan wel maar het is een super creatief proces en het is werk en het is, je bent er serieus mee bezig. Doe je dit helemaal in je eentje of heb jij mensen erbij? Hoe werkt dat? Um, ja, in het creatief proces heb ik vooral mezelf eigenlijk ja. wel. Ik uh, bespreek wel vaak dingen met mijn vriendin. Dan leg ik haar wat voor en dan noem ik een idee en dan kan zij gewoon als soort buitenstaander zeggen van hey, hoe zij hoe dat klinkt. Ja. Nieuwe merchandise of een bepaalde stream of een bepaald concept of wat dan ook. Dus dat, uh, ja, dat bespreek ik veel met haar of ja. met mijn broer. Maar ik heb ook uh, een agency waar ik dus de zakelijke dingen mee bespreek. En als ik zo'n idee heb van hey, met hun zouden we iets vets kunnen opzetten... Um, of met die uh, kunnen we een leuk project uh, fixen, dat bijvoorbeeld met MSC... Dat heb ja. ik echt aan hun gepitcht. Ja, ja. Van hey, mensen komen vaak naar mij om een PC te bouwen. Ja. Wat als we een pagina opzetten waar mijn aanbevelingen staan met jullie onderdelen. Dat is win-win voor iedereen volgens mij. Ja. Dus ik ben ook dat ik zelf kansen creëer bij bedrijven voor mezelf. Ik wacht niet alleen maar af met oh ja nee, ik doe uit de hoogte en uh, mm. ik ga geen bedrijven zelf mailen. Nee, 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 nee. Dus. Um, maar je hebt geen mensen in dienst of uh, weet ik wat? Die echt creatief voor mij al ideeën Ja, of weet zinnen? ik veel, want je had het net bij, tijdens de livestream, modereer je die chat en zo, dat modereren doe ik allemaal zelf dan? Nee, 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 die, die uh, ik heb wel een mod-team inderdaad. Ah, oké. Okay. Uh, dus zij, uh, zij uh, nou goed, veel daarvan is vrijwillig hoor. Dus... Ja, ja, en maar hoe, hoe werkt dat dan, zo'n mod-team, modteam? Die zitten, zitten die in jouw kantoortje of zitten die gewoon in de Nee, het die het gewoon lekker thuis. Die zijn die lekker zijn thuis. Thuis, en thuis en die checken een beetje de, de chat? Ja, die checken de chat en... Uh, er zijn een paar mods uh, die al heel lang erbij zitten. Grappig. En uh, een paar nieuwe. En die vinden het sowieso leuk om de streams te checken. Ja. Dus ik heb dat wel. En ik heb een uh, clip-team. Dus mensen die clips maken van mijn streams. Ja. Die dan weer de editor gebruikt in het editor-team om mijn highlight-video's te maken. Dus jij dan weer publiceert op YouTube. Die ook. ik dan weer publiceer op YouTube. Voorheen ook op TikTok en op Insta-reels. Nu wat minder, maar op Want? YouTube. Nou, op, op YouTube yeah. uh, komt dat gewoon als uh, highlight video. Elke week een highlight video uit yeah. van de tofste moment in mijn stream, snap ik. En op Insta en uh, TikTok, dat deed ik wel een tijdje. Maar ik, uh, ik vind het wel leuk om te doen. Maar ook dat zou ik dan helemaal uit handen moeten geven. Yeah. Dat echt een team dat helemaal fixt. En mijn editor maakte die wel. Maar dan moest ik het toch weer zelf uploaden en zo. En, Eerlijk zeg, ik vind dat allemaal echt kutwerk gewoon. Ik heb je, het ook uitbesteed. Dat, dat uploaden en shit is dus gewoon... En je dat... moet het... Nou, plus, je moet... weet je een beetje goed, weet je goed doen, dan moet je dat ook consistent doen. Dus dan moet je gewoon ja, elke dag dit ja. en dat. En dan elke dag op dezelfde tijd het liefst. Met die en... hashtags en weet ja, ik veel. Ja, al dat kutgezeg. <laughs> uh, ja, en ik ben daar dan gewoon... Misschien word ik ook gewoon een dagje ouders. Uh, <laughs> fucking 33. 31. Ja, 33. Nee, 33. Maar, nee maar meer van dat soort platforms zijn ja. wel ook een trigger voor kinderen en voor jonge mensen om continu op een telefoon te zitten. Dus dat is ook misschien een ding van... ja, wat wil ik nou eigenlijk de wereld inslingeren? Ja, want dat is natuurlijk een vraag... die krijg je natuurlijk ook vaak. Dan krijg ja. je natuurlijk de oude lul... die zegt van... grap, wat ga je tegen jouw dochtertje zeggen straks... als ze de hele dag gaat lopen gamen? Dan ga jij als jij zeggen... Uh -uh, dat is niet gezond. Je mag, niet, uh, je mag maar uh, twee uurtjes gamen op een dag. Ja, maar papa... jij zit vijf uur per dag ja. zit jij te gamen. Hoe ga je dat doen? Nou ja, ik ga dat niet doen. Ze mag van mij lekker gamen. Ja? Want ja. gamen is gewoon tof. Nou ja... het. Zeker, maar het is uh, een voor, een, eigenlijk een vorm van uiting in het leven, vind ik. Wat ja. mij heel erg heeft geholpen in, het, in mijn jeugd. Maar papa doet het nu als werk. En papa kon niet zes uur per dag gamen. toen hij nog werkte in de luchtvaart. Tenminste, dat kon ik wel. Maar ja. daarvoor gaf ik mijn vrije tijd op met mijn vriendin. Ja. om dit te laten lukken. Ja. Ik werkte 40 uur per week en ik streamde in de avonden. Ik zag mijn vriendin een paar keer per week en de rest. Was gewoon vol met dit stukje carrière te laten lukken. Ja. Dus die tijd was sowieso heel druk voor mij. Maar even terugkomen. Want op wat jou. zeg jij tegen mensen die kritiek hebben en die zeggen van: maar gamen is niet goed voor kinderen. en Die zitten te veel achter een beeldscherm. En nou, je kent dat soort. Uh... Uh, nee, dat kan zeker zo zijn. Dat uh, alles wat te veel is, is sowieso niet goed. Maar als een kind, uh, vind ik, thuis komt en dat ligt een beetje aan de leeftijd. En die wilt een potje gamen. Dan is het misschien ook aan de ouders de vraag. Verander, het, verander je eigen denkwijze een keer. Kom uit die oude lullen gedachten van jezelf. Want jij zit in de avond te kijken naar hoe gasten voetballen. Ja. ja dus of, hoezo of. is het raar dat jouw kind gamet? Je kijkt, ik hou van Holland. Je kijkt naar oude mannen die daar een uh, Hollands spelletje spelen. Dus wat maakt dat anders dan dat jouw kind gamet? Als je het goede voorbeeld wil geven... lees een boek naast je kind... zodat jouw kind ook naast jou denkt... hey, misschien moet ik een keer een boekje lezen. Hm. Maar als jij dat niet doet... hoe gaat je kind het dan wel doen? Tuurlijk, dus... je hebt het nu over mij. Ik lees ook wel een boek naast Elin. En ik lees uh, of ik, doe, uh, ik ga lekker met haar buiten spelen. Maar ik ben nu ook met haar aan het gamen. Want ja. dat vind ik gewoon leuk. Dat ja. is een passie in mijn leven, dus... Ik zie dat niet als iets fouts. En ik kan haar, denk ik, juist daarin begeleiden met mm. dat gamen echt wel iets leuks kan zijn. Mm. En ik denk ook dat als je die poort opent, dat een kind vanzelf ook samen met jou kan checken van hé, hey, laten we nu een uurtje gamen, pap. En uh, laten we daarna lekker weer naar buiten gaan. In plaats van dat je dingen gaat verbieden en zo. En het enige wat je doet is je komt de kamer in. Ja, waarom zit je weer op je PC? De, echt die oude garde-soort gedachte. Waarom uh, je moet naar buiten gaan? Ja, motherfucker, als je dat vindt, ga dan samen met je kind naar buiten. Vind ik dan. Yep. Ja, nee, totally. ga dan. Ga, heb, je een keer, heb je een keer een uh, bal geschoten met je kind? Ja. Heb je een keer hem uh, meegenomen naar een speeltuin? Kijk, als hij dat allemaal doet, dan begrijp ik dat een ouder op een gegeven moment kan zeggen. Ah, nu is het even klaar met dat gegame uh, van je. Mm. En dat vind ik prima. Practice, wat je preach, zeg, maar doe het ja. dan zelf. Geef het goed voorbeeld. Wat Zeker. heeft het jou als kind of toen je jong was gebracht? Dat zei je net. Hè? Want het heeft mij heel veel gebracht, dat game. Wat? Nou, het was voor mij wel een, uh, een, een plek van veiligheid, vind ik zelf. Omdat ik echt een beetje mijn eigen wereld kon zijn samen met vrienden. Uh, was de andere wereld niet veilig dan? Of? Nou, de andere wereld in mijn jeugd was. Uh, turbulent, laat ik het zo zeggen. In mijn jeugd uh, wel, wel, wel heel lastig gehad. Um, ja, dat is iets wat ik niet zomaar uh, uh, overal uh, neerzet. Maar laat ik het zo zeggen dat we het niet heel erg breed hebben gehad... met bepaalde invloeden in ons leven in, in het verleden. En dat heeft mij wel uh, getekend als kind. Waardoor ik wel snel greep naar... wel naar buiten gaan met vrienden, um, gamen thuis, uh, in mijn eigen kamer zitten. Mm. En dat vond ik relaxed. Samen met vrienden online zijn... Met elkaar kunnen praten over van alles en nog wat. En dat is wel een periode waarin ik zeker meer grip had kunnen hebben op het gamen. Dat ging nee. wel een soort van. Dat was te veel. Omdat het eindelijk een soort vluchtgedrag was. Het was een vluchtgedrag. En ik had daar zeker wel uh, bijvoorbeeld. Er was een game. En dat staat al bekend als een game waar veel mensen verslaafd aan zijn geweest. World of Warcraft. En dat was echt een game die voor mij echt wel een plek bood van. Hey, oh, dit vind ik echt chill, maar even mijn gedachte op nul. Maar even je gedachte op nul zeven uur lang, dat is wel heftig. Ja. Dus daarin ben ik het eens met als ouders dan ingrijpen... en dat ze een veilige omgeving creëren thuis waarin ja. iets zeker mag. Of het nou ja. gamen is, of uh, een boek lezen, of uh, weet ik veel, spelen. Mm -hmm. uh, maar daarin reguleren dat... Ja. Is sowieso wel uh, handig. Nou ja, kijk, je moet de, de gamen, of het nou gamen is, of uh, heel veel blowen, of ja, uh, weet wat, wat, wat kan doen. De, het feit dat je vlucht voor een situatie die onveilig is of niet fijn is, dan, ja. dan is het het beste om die situatie aan te pakken, ja, volgens maar. mij, als dat kan. Of ja, vandaar wat aan te doen, dan om maar de makkelijke weg. Wat is jouw relatie met jouw broer? Want ik begrijp ook dat die, die zeg maar. Goed, slecht, slechter geweest. Weer goed. Ja, maar wel maar relatie, bijzonder, heb ik het idee. Mijn relatie met mijn broer is zeker bijzonder. Het is iemand die, uh, die altijd naast mij heeft gestaan. En uh, in mijn jeugd uh, ja, waren we wat, wat minder uh, connected. Maar niet zozeer omdat we elkaar haten of zo. Dat zeker niet. Maar er was ook een leeftijdsverschil. Ik denk dat je op een gegeven moment ook als kind in een bepaalde leeftijd komt dat ik met hem samen dingen wil doen. Maar hij ook wel met mij, maar hij gaat dan de straat op en ik ben dan thuis, dus het is een beetje, mm. dat gaat gewoon zo. Snap je? Mm. Van hij had andere vrienden dan ik, dus we spraken elkaar niet heel erg veel, behalve dan thuis een beetje met, nou ja, gamen of ja. dat we even gingen voetballen buiten of zo. Ja. Maar de laatste jaren, nu we allebei volwassen zijn en eigenlijk het leeftijdsverschil geen rol meer speelt, mm -hmm. dus ik denk wel nu een jaar of ja, wat zou ik zeggen? Een jaar of acht of zo? Mm -hmm. Zeven, acht mm -hmm. jaar nu? Dan is onze relatie echt heel sterk geworden. Echt wel uh, met respect voor elkaar. En dat we elkaar alles kunnen zeggen zonder dat het uitloopt op een, uh, een conflict of discussie of wat dan ook. En mm. dat vind ik heel erg fijn. Dus vandaar dat ik ook nu heel veel met hem samen doe. En ik ben heel blij dat ik mijn broer in mijn leven heb die. Uh, Waar ik zoveel dingen mee kan doen, man. Geldt dat ook uh, voor je ouders? Want die, die leven allebei? Toch? Ja, ze leven allebei, ja. G en geldt dat daar ook voor? Of is dat, is dat. Wat bedoel je? Dat je ook met respect naar hun kijkt en... Ja, zeker weten, man. Zeker weten. Het <coughs> okay. is gewoon iets wat... Uh, kijk, uh, mijn vader kwam uh, uit Turkije, dus... Uh, uh, tenminste, allebei mijn ouders komen uit Turkije. Maar mijn <laughs> pa die, uh, die is zelf soort van hierheen gekomen. Mijn moeder kwam met mijn opa mee. En Mijn opa was gastarbeider, dus uh, op een gegeven moment mocht hij zijn gezin hierheen halen. Ja. Jaren geleden ja, ja, ja. Het over. Ja. En mijn pa kwam zelf hierheen, met alle gevolgen van dien ook. Met een heel andere cultuur en zo. En hier hebben ze elkaar ontmoet. En ja, een beetje roeien met de riemen die je hebt, natuurlijk. Ja. En dat, uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we een uh, best wel pittige jeugd daarin hebben gehad ook. Ja. Uh, maar ik heb zeker respect voor mijn ouders, man. Zeker weten. Maar hoe ik... zien zij jouw carrière? Uh, hoe zien zij mijn carrière? Ja, heel, heel vet. Ja? Yeah. Was ja. in het begin wel gek hoor? Ja. Dat ik uh, tegen mijn moeder en mijn vader zei: van, ik, ja, ik ga in mijn kamer streamen, dus uh, ja kom maar even niet binnen of zo. Weet je? Van, uh, anders kom je op camera. Maar ja. Ja, mijn moeder kwam af en toe een tostietje brengen, of wat dan ook. Ja, ja. Die, ja die vond in het begin ook wel een beetje maf. Ja. Maar nu, uh, ja, die vinden het geweldig, man. En toen je zijn... je baan op zei uh, van de lucht, vanuit de luchtvaart en zei van, ik ga fulltime streamen, vonden, hadden zij toen ook meteen zoiets van, yes, ja, doe. ja ik, ik had ook niet het gevoel dat ik dus soort van bij hun goedkeuring moest komen nee, vragen. Nee, want nee, nee. zij ze hebben wel vertrouwen in mij met ja. dat ik, uh, tenminste, op dat moment denk dat ik de juiste keuzes maak. Ja. Dus ze hebben niet het gevoel per se dat, uh, dat zij mij daarin moeten sturen of zo. Dus hoe. Hoe lastig, of weet ik, weet ik hoe lastig je jeugd is geweest? Ik voel wel dat het fundament op zich wel, wel oké okay is. Ja, 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 ja zeker. Ouders en broer. En ja, kijk, uh, ik, nou ja, yes, zeker weten. Maar ik ben ook iemand dat ik wel op redelijk jonge leeftijd, wel... op mijn 18e leeftijd, zei ik wel gewoon van: Ik ga alles zelf betalen, ik ga alles zelf doen. En ja, ja. Ik, hoef, ik hoef niemand zijn hulp. Ja. Een beetje die vibe van ja. uh, hoe iedereen het heeft, is allemaal prima. maar... Ik ga werken in het weekend. Ik betaal mijn verzekering. Ik betaal mijn school. Ik, mijn ik betaal eigen, mijn eigen rijbewijs. Ik, eigen ik betaal alles zelf. Ik ja. regel al mijn shit zelf. Mm. En dat is tot op de dag van vandaag ja, nog steeds mijn, uh, mijn vibe, man. Ik ja. uh, wil het gewoon zelf doen. Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen een goede vibe zou zijn om in het leven te staan, toch? Ja. Ik wil gewoon niet afhankelijk zijn maar, van iemand. Ik wil niet maar, afhankelijk zijn van geld. Ik wil niet afhankelijk zijn van. Uh, ja van iemand anders die mij geld moet lenen of dingen moet doen of ja. ik wil gewoon zelf de touwtjes in handen hebben ja dat komt ook met een nodige stress natuurlijk yep. maar ik ga er wel lekker op man ja 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 nee ik, ik, ja, ik snap wat je bedoelt um, hoe, hoe belangrijk is het in jouw carrière om een goede gamer te zijn eigenlijk niet niet helemaal niet nee hè? nee je hoeft ben, geen goede gamer te zijn. Ben jij een goede gamer eigenlijk? Ja, sommige games ben ik wel prima. Je hebt Legends of Gaming een keer gewonnen, toch? Nee, eh... Uh, ik. Ja, ik, ik. zag even in de statistieke ja, seizoen ja, 4 klopt. of zo. Ja, samen hoor. met uh, in Don zijn team. Ja. Klopt, ja, ja, klopt. Maar, ja, ja. maar, maar dan dat Daar kwam de Don. Ja, tuurlijk kwam het door Don. Ja, Don, uh, Don. is de perfecte game. Nee. Voor die mensen overigens die zitten te kijken, niet weggaan nu, maar uh, onder in de beschrijving zal ik een linkje toevoegen. Want Don, oftewel Meneer, heb ik eerder hier in de studio gehad. Ook een super tof. Uh, Shout-out met Don. Had, sowieso. Ja, absoluut. De goede maat van je. Ja? Ja ja, 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 ja. Nee, ja. maar. Uh, maar je hoeft geen goede gamer te zijn. Nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. Als jij de uh, slechtste gamer ooit bent, dan is dat ook een ding. Ja. Het is, is er ruimte voor jonge streamers om een succesvolle carrière op te bouwen op Twitch? 100 Ja. Ja hoor. Waar moet je als jonge gasten nu zitten kijken en die zien jou ja als een rolmodel? Van ah, fuck, dat wil ik ook. Wat zijn, noemen ze een checklistje waar, waar ze zichzelf in kunnen herkennen: dat je zegt van nou, dit en dit en dit zijn wel ingrediënten die je soort van moet hebben ja. om het goed te kunnen doen. Wat zijn dat voor dingen? Ja, dat is een vraag die vaak wordt uh, gevraagd, man. En eerlijk gezegd, uh, ik kan nu allemaal dingen opnoemen, ga ik ook wel doen, ja? maar uiteindelijk weet ik het niet voor jou. Nee. Ik weet, ik weet het niet. Ik kan jou niet zeggen wat jouw succesformule zou moeten zijn. Maar, kijk, de basis, uh, een, een microfoon, een cameraatje. Een microfoon heb je sowieso wel nodig. Een oh, okay. camera zou niet eens per se uh, moeten, maar ja. is ook wel fijn. Ja. Maar hoeft ook niet de beste shit te zijn. Je kan nee. gewoon met de meest muffe zooi online gaan en ja. dan is het prima. PC'tje of een laptopje klaar en je kan beginnen. Het belangrijkste is dat je. Um, ja, het klinkt heel cliché, maar toch met iets Unieks moet komen. En ja. toch wel een, 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 een vlotte babbel. En het hoeft niet per se. Altijd aan te zijn of altijd grappig. Het mag ook. Misschien ben jij wel een heel boos persoon. Ja. Die op alles ragt en overal boos om wordt. Ja, dat kan voor mensen zijn dat ze bij jou altijd langskomen. Ja. Dat jij elke stream uh, een kast in elkaar trapt op je stream. Ja. <laughs> Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar uh, ja, dan zeggen ze: ja, dat is die guy die elke stream. Elke stream een IKEA-kast in elkaar trapt. En ja. elke stream heeft die een nieuwe kast gekocht. Ik zeg maar wat, hè? Maar, uh, um, voel een concept aankomen. Voor, ja, ja, een heel <laughs> goed concept. Ik zie, ik zie een streamer al aankomen. <laughs> ja. Of uh, ja, weet ik veel. Iemand ja. die heel grappig is. Of, uh, maar geen copycat zijn, is wat je zegt. Dus eigenlijk zoek, ja. je eigen, zoek je eigen ding. Ja, maar ja, hoe word je geen copycat als er ja. zoveel streamers zijn? Ja, true. Ja. Ik kijk ook wel eens wat af van iemand. Ja. Dat doet iedereen toch volgens mij? Nee, ja, je laat je inspireren. Heet ja. Het dan. ja. 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 Inspireer en niet imiteren. Ja. Laat je inspireren door ja. iemand zijn kanaal. Denk je, hé hey man, hoe hij uh, zijn streamtitel heeft. Oh, dat is misschien dat is wel, dat is wel een goed idee eigenlijk. Ja. En dan is het nog de meest respectvolle manier om diegene misschien nog een bericht te zien van hé hey bro. Wat ja. jij daar doet vind ik zo vet, man. Is het oké okay dat ik daar een soort van mijn eigen draai ook een beetje aan geef? Ja. En dan krijg je, denk ik, vaak wel een goedkeuring van iemand. Maar... Uh... Moet je geduld hebben? Sorry? Moet je geduld hebben ook? Of is het een soort instant succes? Toen jij je, je eerste stream opende was het meteen... Nee, een voor kwam. mij niet, man. Nee, ik heb maanden voor uh, één kijker gestreamd, joh. <laughs> nee, nee, voor mij uh, niet. Maar ik moet zeggen, ik ken de Don natuurlijk. Ja. Dus voor mij was uh, hij ook echt wel een, uh, een... Ja, een gunner die mij uh, naar een bepaald publiek tilde. Maar tegelijkertijd heeft dat voor hem ook leuke content opgeleverd. Want toen ik werd geïntroduceerd op zijn kanaal. Um, maakten we video's die tot op de dag van vandaag echt legendarisch zijn. Met bepaalde ja. games die heel veel mensen hebben gezien. Onze soort van energie samen was perfect. Het is mm. niet zozeer dat hij mij shout-outs gaf. en ja, ik was een muf persoon. dus uh, ik heb publiek gekregen. Ik mm. moet natuurlijk zelf ook knallen dan. Ja. Hij kan wel zeggen: ja, ga hem checken. Maar kom je op mijn kanaal en je ziet een of andere muffe guy die ja. niks kan, dan ga jij gelijk weer weg. Maar ja. als er dan iemand staat waar mensen wel zoiets hebben van: hé, hey, dit vind ik leuk om te zien, man, ja, dan blijven ze hangen. Ja. Dus ken je, ken, ja, uh, contacten hebben ze altijd goed, maar je moet het ook kunnen benutten, natuurlijk. Ja, ik snap het. Um, Laatst maar vragen. Ja. Uh, wat zijn de downsides uh, van wat jij doet? Ik sprak met Don de uh, uh, gamer neer hier eerder. Die heeft best wel moeite gehad met zijn bekendheid. Ja. Uh, um, heeft ook nou moeite gehad wil ik niet zeggen, maar best wel te maken gekregen met algoritme changes in YouTube in zijn geval van die dag wat de fuck gebeurt er, weet je wel? Ja. In één keer van weet ik veel 10 miljoen per maand naar na 3 miljoen of zo in een paar ja, maanden tijd. Ja, 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 wat ja. zijn de downsides voor jou? Ja, kijk, als ik het een beetje toch vergelijk met Don. Kijk, hij was uh, uh, bekend in de tijd dat hun video's best wel gericht was op de jeugd. En um, ja, dat ging helemaal nergens meer over. Man qua die jongen kon nergens meer lopen, joh. Nee. En tuurlijk kan je zeggen, ja, dat hoort bij het bekend zijn. Maar dan moet je ook aan wennen. Dat ik met hem ergens naartoe ging of zo. En we gingen naar de McDonald's, echt waar? Toen was ik nog helemaal niet groot of wat dan ook. Er stond gewoon een rij van kinderen met ouders. Terwijl hij gewoon even een burgertje wilde eten. En ja, mensen thuis. Ja, dat hoort erbij. Ja, het hoort erbij. Maar dat maakt het niet per se normaal of zo. Dat er gewoon een rij van ouders aan je tafel staat. Dat je, je wil even gewoon een burgertje eten. Even, even snel een burgertje. Dus je moet je leven al daarop aanpassen. Dat je denkt: ga ik daar naar binnen? Of eet ik gewoon het burgertje even in mijn auto? Ja, ja en dat, dat zijn een paar uh, opofferingen die je doet voor, ja. dat, voor die eigenlijk roem en succes. Heb jij dat? Ik heb het niet uh, in de sfeer dat, uh, dat er hele rijen komen. Nee. Ik word wel herkend. redelijk vaak erkend, ja. maar ook wel door uh, jongvolwassenen wel... die ja, wel daar respectvol mee omgaan, die echt ja. wel... Naar me toe komen gewoon alleen even een box van even hey, zo mag ik een fotootje of zo. En het gaat gewoon, het is gewoon heel snel. En, en ik vind dat ook leuk om, te, om mee te maken hoor. Dus, ja. uh, maar het is een beetje in welk moment? Soms komt het niet even, even niet uit. Ja, als ik met mijn dochter ben, ben ik daar minder happig op. Als ja. ik mijn dochter vast heb of zo, dan ja. hoef ik niet per se een foto met iemand. En dat ja. snappen ze dan ook wel. Ja. Maar ben ik uh, alleen of wat dan ook, dan uh, ja, tuurlijk man. Het zijn mijn kijkers die, uh, ja. die mij natuurlijk ook hebben geholpen naar ja. dit. Maar even terugkomen op wat je zei over ja, wat zijn een beetje de downsides. Mm -hmm. um, shit over je heen krijgen online. Dat is een downs-, kan een downside zijn. Yeah. Dus als je dit gaat doen, uh, ja, schrik er niet van als iemand uh, je hele stamboom uitscheldt. of online type dat hij je wilt uh, omleggen of zo, wat dan ook. Die je gewoon echt kut vindt. Die je haat. Dat je een account tegenkomt met foto's van jezelf. waar iemand gewoon energie erin stopt om, om een haataccount gaan. over jou te maken. Dus ja, dat kan. Dat is een downside. Dat kan kut zijn voor de mensen thuis. Als jij daar denkt van... hé, hey, ik wil dit doen. Ja, het kan zijn dat iemand gewoon uh, achter je aan gaat... om het maar zo te zeggen. Dus dat is één ding. Uh, het tweede is... het is natuurlijk een hele, heel onzeker leven. En hoe lang duurt het? Ja. Hoe lang ben je relevant? Ja. Uh, dat kan aan je knagen. Dat heeft dat ook zeker voor mijn jaren gedaan. Want dat was ook een van mijn laatste vragen die ik wilde stellen. Ja. Want ja. Hoe, hoe lang ben je houdbaar, zeg maar? Of groeit je publiek mee? Of hoe zie ja. je dat? Ja, dat zal ik zo nog ja. zeggen, inderdaad. Uh, voor de rest downsides. Algoritme? Het feit dat, hoe werkt dat bij Twitch? Is dat ook Twitch dat? is... Ja, je hebt wel wat dingen met een algoritme. Maar je hebt een frontpage en dingen waar, wel wat, uh, waar mensen wat meer gepusht op kunnen worden ja. en zo. Maar je hebt het over het algemeen wel redelijk in eigen hand. Okay. Dus op Twitch zou ik zeggen... nee, ja, YouTube is wel daarin veel taaier. Ja. Dat is wel echt... Uh, dus ik snap Don dat hij dat ook benoemt... met ja. um, dat YouTube, als er een bepaald algoritme komt... en dat mensen zien dat je minder views hebt... dan gaan ze het ook benoemen. Ja. En dan gaat die, dat sneeuwbaleffect wordt steeds harder ja, en groter. Ja, dat is heel bizar. Dus je komt heeft. op een kanaal... hij had ooit 200.000 views en nu 30k. En dat is nog steeds veel... Maar als je dan ook nog de comments leest, hey, wat is er met je kanaal gebeurd? Dan ga ik al automatisch als kijker denken: mm. hé, hey, hij is niet meer die guy. Ja. Hij is niet meer die succesvolle jongen. Dus ja. dat, dat heeft dan een gek sneeuwbal-effect. Ja, kom daar maar eens vanaf. Ja. Maar daar ben je minder afhankelijk van, van YouTube. Ja, ja veel minder. Ja. Nee, mijn Twitch gaat lekker. En ik heb de laatste uh, maanden ook mijn viewer-account uitgezet. Dat je niet, ik zie niet eens hoeveel mensen mijn stream kijken. Want dat beïnvloedde mij wel voorheen. Ja. Dat ik het zag droppen en omhoog gaan. En dan. Maar ik ben nu gewoon wie ik ben. Maakt niet uit hoeveel viewers ik heb. Ja. En dat krijg je de meest authentieke morgen. Ja. als ik niet weet hoeveel mensen er in de zaal staan. Ja. Want dat is het ook. Ja. Als een zaal gewoon zwart zou zijn. Ja. En je moet gewoon een show ja, dan doe je, je, altijd, je show doen. En je doet je show. Je doet altijd dezelfde ja. shit. Ja. Maar als er maar drie mensen staan, ga je, kom je op. En dan... ja, het is toch anders? Shit. Ja. Waar is, waar is, iedereen handen in de lucht. Oh, ik, ja. ik zie maar drie handen. Ja. En ik heb liever dat die zaal gewoon donker is. Helemaal, helemaal donker is wat nee. ik niks zie. Ja. En ik doe mijn ding. Ja. En ik zie wel wat mensen ervan vinden. Ja, gaaf. Hey, en hoe lang ben je houdbaar? Wat, hoe zie je, je toekomst eruit? Ja, weet ik niet, maar het ligt aan de conserveermiddelen denk <laughs> ik. Die, ze, die ze erin spuiten. Nee, uh, hoe lang ben ik houdbaar? Zolang ik, uh, zolang ik het leuk vind, denk ik. Zolang ik uh, met energie mijn ding kan doen. En, uh, heb je een plan, B? plan B? Ja, in de zin van. Stel ik heb, uh, dat ik dit heb mijn eigen bedrijf Boegbeeld. Ik heb mijn ja. papier in uh, de, uh, HBO. Maar da daar zal ik niet zomaar in terugvallen. Nee. Plan B is denk ik voor veel mensen die creators zijn voor een lange tijd en die met veel bedrijven hebben samengewerkt, die dat ze heel makkelijk in een media, of in ieder geval in een PR-bureau kunnen stappen. Ja, ja, precies. Dus of je het nou zelf opricht. Ja. Of ik, ik weet vrijwel zeker dat als ik nu bij een random marketing PR-bureau aanklop, dat ze me, denk ik dan, hè, niet dat ja. ik mezelf de hemel in prijs, nee. maar ze zullen mij, denk ik, makkelijk een positie bieden binnen hun bedrijf, omdat je heel veel kant hebt gezien in dat wereldje. Ja. Dus dat zou een plan B kunnen zijn. Maar uh, ik heb ook altijd nog een droom om een eigen restaurant te beginnen, man. Kijk, nou het ook. En wat kan uh, ik daar eten dan? Sorry? Wat kan ik daar eten dan? Nou, ik ben, ik ben de guy die veel kapsalons eet. En ik heb altijd wel al, <laughs> oh, uh, uh, zoiets gehad van... Ik zou wel best wel een high class soort van gekke dunnerzaak of zo willen fixen. <laughs> waar je echt uh, top notch, gruwelijk Turks eten kan eten. Uh. Uh, maar dat zeg ik nu. Het zou van alles kunnen zijn. Eet is ook echt een passie voor mij. Je ah. ziet het niet gelukkig. Maar nee. uh... En doe je dat ook tijdens het gamen? Ja, zeker. Maar ik heb gewoon een soort verslaving. Dat als ik eet, vind ik het fijn om video's te kijken over eten. Dat is gewoon een ding voor mij. Ik, ik moet gewoon checken van wat ze in China eten en in Indonesië. En, in en Turkije, dan Turkije tijdens het Morocco. eten. En dan en ben ik aan het eten, dan krijg ik die eetlust. En dan denk ik van ja, man. Ik moet daarheen. Als ik op vakantie ga, het eerste wat ik doe is kijken waar ik lekker kan eten. Huh? Dat is het eerste. Wat ik, ik, hoef, ik hoef die leuke plekjes en zo. Ik, waar kan ik het lekkerst eten op vakantie? En dan is kapsalon wel het lekkerste wat er is? Of nou, uh? Nee, maar dat is wel een lekkere uh, streetfood in Nederland ja. natuurlijk. Kapsalon, huh? Een goede kapsalon. <laughs> Veel dingen halen daar niet bij in mijn ogen. Huh? Um, dus ja, een plan B uh, zou voor mij kunnen zijn dat ik zoiets zou doen. Dat ja. uh, is ook nog wel een, een droom in het leven van mij. Maar dat zien we dan wel, mocht het ooit uh, aan de dat orde zijn. Ja. Okay. Uh, Hoe lang ik houdbaar ben. Hoe lang jullie mij uh, chill vinden, man. Voor de mensen. Ja, kijk ik daar in de camera ja, ja, ja. voor de mensen thuis. Zolang jullie het leuk vinden om mij te checken, ben ik er. En uh, we zien het wel. We zien het wel, man. Ik, ik ben niet zoveel bezig met uh, wat ben ik over tien jaar aan het doen. Hm. Misschien doe ik het nog wel tien jaar. We gaan het zien. Mag je, ah, danken, mag je danken dat je mijn gast was? Sowieso. En dankjewel voor het kijken naar meer gesprekken hier op CVD-TV. Zoals ik ze zo graag maak met creatieve en ondernemende gasten. En heb je zitten luisteren naar de podcast, want dat zou ook zomaar kunnen. Ook bedankt voor het luisteren. En um, als je naar nou toch zit te kijken, abonneer. Ik ben er niet zo groot als Morog, maar wel heel bijzonder. Dus uh, abonneer je, word ik weer een stukje groter. kijken er weer meer mensen naar en worden we allemaal blij. Super bedankt voor nu. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!